Yo mensen, mijn naam is Jesse en welkom bij een nieuwe Fortnite video. En vandaag gaan we echt wat heel erg vets doen. En ja, je gaat het niet geloven. Ik zit in een Fortnite lobby, want wij gaan daadwerkelijk met de controller weer eens Fortnite spelen. Want er is iets waar ik al heel lang op wacht. Als wij naar nieuws gaan, staat er styling en profiling. Oké, het zal wel. In ieder geval, er is een of ander snowboard en daar gaan wij een heel vet parcours mee maken. Heb je daar nog zin in? Smash even je blauw duimpje omhoog. Zou ik je heel erg waarderen. 2000 likes zou tof zijn. Abonneer ook op mijn kanaal en vergeet even niet mijn Instagram checken. Link in de beschrijving. Shoutout naar deze persoon voor het volgen op mijn Instagram. Dus wil je ook een shoutout, dan moet je me even volgen op Instagram. Maar we gaan eventjes lekker naar een landje toe. En dan gaan wij wat hele vette dingen maken. Maar voordat we dat gaan doen, gebruik jij de supporter creator code JessieKnijn. Al zou ik heel erg waarderen als je dat even doet. Ik doe op mijn Instagram een giveaway. En je kan die alleen winnen als jij die code invoert. Dus even doen. Oké, jongens. Wij zitten in het wereldje. En wij gaan even naar devices toe. En dan hier staat ons geweldige snowboard. Oké, we gaan hem neerzetten. Ik weet niet of jullie hem al hebben gezien, maar hij is echt sick. Je kan... Oh, dit vind ik zo vet. Je kan boosten, je kan springen en je kan zelfs trucjes doen. En noem maar op. Oké, maar dat is nu nog niet te doen. Wij moeten even een hele vette baan gaan bouwen. Dus hoe gaan wij hier vanaf? Exit. Oké, doei. Wij moeten even een hele vette baan gaan maken. Oké, we gaan boven aan die berg. Gaan we gewoon beginnen. We gaan het niet te moeilijk maken. Wij gaan het gewoon lekker met hout bouwen. En dan, waarom staat dit hier boven? Wat is dit voor vlag? Hallo. Oké, we hebben hier de allereerste afdaling. En laten wij meteen hier maar even gewoon een paar rampjes gaan bouwen. Gewoon even wat gekke dingen doen. Hier doen we zo een driehoekje. En dan bouwen we hieronder nog wat. Zo hier. En ik denk dat ik hem iets breder ga maken. Want hieronder hebben we een beetje weinig ruimte. Maar dan moeten wij natuurlijk doorsnowboarden. Wij moeten meerdere stunts hebben. We gaan echt een soort van parcours maken. In plaats van alleen één afdaling natuurlijk. Dus wat wij eventjes gaan doen. Wij gaan even naar boven toe. Dan gaan wij eventjes naar beneden bouwen. Dat doen wij op deze manier. Dan maken we hem iets breder. En daarna gaan wij wat gewoon random dingen bouwen. Ik heb geen idee wat wij gaan bouwen. We zien het wel. Oké, jongens. Wij zitten op ons snowboard. We zijn helemaal boven. We gaan even de eerste ramp proberen. We gaan naar beneden. We gebruiken de boost. Ik kan hem nog niet... Oké, dit valt heel... Oké, dit werkt voor geen meter. Kan ik omhoog? Is het mogelijk omhoog te gaan? Hoe boost ik? Waarom boost die niet? Jongens, wat is dit? Oké, laten wij de eerste jump gewoon even skippen. We gaan gewoon keihard naar beneden. We gaan niet heel snel. Ik snap niet waarom hij niet boost. Oké, maar we gaan springen. Oké, dit valt best wel tegen, jongens. Oké, we gaan al deze ramps even weghalen. Want dat werkt voor geen meter. Oké, we gaan even kijken. Er zit hier wat vette dingen in die wij misschien kunnen gebruiken voor ons parcours. Oké, ik heb wat vette dingen gevonden. Misschien... Oh, moet ik niet verwijderen. Misschien kunnen wij hierover grinden. Oké, als ik dit nou nu hier neerzet... Nee, oké, dit was niet de bedoeling. Oké, er staan nu wat van die palen. We gaan eens kijken of we daar wel wat vets mee kunnen... Right, oké. En dan moet ik op zo'n paal zien te komen. Oké, ik ga er gewoon door. Oh! Oké, ik heb al gevonden hoe wij het moeten doen. Wij moeten dus gewoon lekker gaan springen. Oké, ik snap het al. Eigenlijk, letterlijk deze berg, daar kunnen wij al dingen mee doen. Volgens mij hoeven wij niet eens een parcours te bouwen. Volgens mij is wij gewoon zorgen dat we bovenop die berg staan. Dan kunnen we al hele vette dingen doen. Zoals, Oh, die was zo sick geweest als ik daar weer op landde. Oké, die hele vette ramp bouwen, dat is gewoon compleet mislukt. Wij gaan gewoon hier kijken naar beneden. Oh mijn god. Oh, ik land hem ook nog. Dit is oprecht echt een van de vetste dingen in Fortnite. Oké, we gaan naar die berg daarboven toe. Het is jammer dat er nog niet echt vette jumps zijn in het spel. Of gewoon qua sneeuw. Misschien komt dat nog. Wacht, wij gaan straks gewoon een hele hoge ramp bouwen. Dan gaan we gewoon kijken hoe ver we überhaupt kunnen springen, ja? Oké, laat me hier even omhoog gaan. Ja, niet tegen de boom, niet tegen de boom. En waarom staat hier een huisje? Ik heb geen idee. Oké, als wij nu hier naar beneden boosten en dan... Oh mijn god. En nog één rondje. Nee. Oh, ik ben gewoon van mijn snowboard afgevallen. Dit is echt een van de sickste dingen in Fortnite, jongen. Oké, mag ik er vanaf? We gaan er eventjes vanaf. We gaan even daar naar boven toe. Of gaan we daar? Nee, we hebben al een hele grote jump. Dus is niet nodig. Oké, als wij dit nou hier eventjes plat gaan maken. Zo, even twee platformpjes. En dan bouw... Oh, verkeerde trappen. Dan bouwen we weer gewoon even omhoog. En dan hebben wij gewoon één grote jump. Wacht, ik moet hem hoger maken. Oké, ik denk dat ik hier gewoon al deze jump ga doen. Zo, we doen er twee hoog. Want als je in één keer omhoog gaat, dan knal je gewoon keihard tegen die trap aan. Dat zagen we net al. Oké, en dan gaan we eens kijken of dit werkt. Oké, we zijn helemaal boven. We hebben een snowboard te pakken. En nu is het gewoon een kwestie van keihard naar beneden boosten. Ik snap niet waarom sommige snowboards niet boosten. Oké, en dan jump! Yeah!
Ik snap oprecht niet waarom dit snowboard gewoon niet boost. Die andere die ging... Oké, wacht, we gaan die andere pakken. Slecht snowboard, want jij boost niet. Ga kapot. Zo, oprotten jij. Oké, als deze nou wel boost, word ik echt helemaal gek, hè? Nee, oké, deze boost ook... Ik snap dit niet. Volgens mij is hij nog best wel gebukt, jongens. Oké, doet deze het wel. Boosten. Letterlijk L is boost. En ik klik op L, hè. Hij doet het gewoon niet. Oké, ik heb een idee hoe wij misschien toch harder kunnen gaan zonder de boost. Wat nou als wij dit doen? Als ik dit neerzet, boost ik dan naar beneden? Oké, we rennen nu heel hard. Oké, we gaan het proberen. Werkt dit? Dat is de vraag. Dat werkt niet. Oké, dan weten we dat ook meteen weer. Oké, deze mag eventjes weg. Oké, zeg maar dan op zijn minst dat deze werkt. Als deze werkt, dan is het top. Come on. Ja. Oké. Als wij deze nou op de hele baan zetten, dan gaan wij snel, jongens. Als de booster die doet, dan moeten wij een eigen boost gaan maken. Oké, let op, hè, hoe makkelijk dit gaat. Check dat. Ik blijf gewoon springen en ik blijf die dingen maar neerzetten. Dit is tenminste ook nog vet. Kijk, check hoe hoog we nu al springen, jongen. Moet je nagaan als we dat ding neerzetten. Of als we natuurlijk met het snowboard gaan. Oké, dit vind ik leuk. Oké, we hebben nu 2 banen gebouwd met die booster. We gaan even kijken of het überhaupt werkt, want ik ga niet de hele baan voor niks bouwen. Oké, snowboard. Kom eens hier. En, werkt het? Dit werkt echt voor geen ene meter. En spring. Wow! Oké. De laatste die werkt in ieder geval wel. We moeten de ramp even wat langer bouwen. Nee, we moeten de ramp niet langer bouwen. Dit moeten wij eerder doen. Waarschijnlijk hebben jullie geen idee wat ik bedoel. Oké, de jump staat nu een stuk eerder. Dus we kunnen nu eerder die jump gaan maken. Want dit gaat best wel slow. En dan deze jump. Oh, en nu gaat hij opeens weer heel laag. Oké, ik snap. Oh mijn god, ja, dit ging niet zo goed. Oké, we moeten volgens mij gewoon iets eerder springen. Wat als ik nu al mijn jump ingedrukt hou en dan nu loslaat? Oh, ja, dit is wat we willen. En nu landen. Oké, we landen hem niet heel soepel, maar het kwam in de buurt. Oké, we weten nu in ieder geval hoe het moet. Toch wil ik nog één ander ding proberen, want wij hebben ook nog deze ijsdingetjes. Als ik dit nou doe, zou dat werken? Dat zou wel leuk zijn. Want dan hebben we daadwerkelijk ook echt een sneeuwbaan in plaats van letterlijk met boost dingen. Oké, laat nu even in de comments weten of jij denkt dat dit werkt. Ik denk het eerlijk gezegd niet. Oké, we gaan naar beneden en... Nee, dit werkt echt voor geen meter. We gaan... Yay, we komen niet eens van de jump af. Oké, dit is heel slecht. Wacht, we gaan gewoon deze pakken. Oh, nee, niet naar beneden vallen. Oké, nu landen. Au, ja, dit was niet de bedoeling. Oké, we gaan nog één keer deze beginnen. We hebben de jump nieuw ingedrukt en nu... En ik liet de progeluk los. Oké, opnieuw. Oké, jongens, dit is onze laatste poging. En nu jump ingedrukt houden en loslaten. Oké, vorige keer kwamen we hoger en we landen hem ook niet. Let's go. Oké, niemand heeft het eerst gezien. Daarna ging het lekker in één keer goed. Oké, we gaan eens proberen een grind ding te maken. Dus dan doen we dit. Zo, eens even kijken of dit werkt. Voor de mensen die niet weten wat ik bedoel, ga maar kijken wat ik bedoel. Het is de bedoeling dat wij dus hier opkomen. Zo, en dan... Oké, dat was niet de bedoeling. Oké, ik moet op dat paaltje zien... Ik moet op dit randje zien te komen. Is dat mogelijk? Oké, dit ding kan nog wel een stukje beter, jongens. Letterlijk, ik probeer te boosten. De boost werkt nog niet. Laat even weten of ik dit nog een keer moet doen als het snowboard wel goed werkt. En vond je het een leuke video? Abonneer dan op mijn kanaal. Smash even dat blauwe duimpje omhoog. Zou ik heel erg waarderen. En dan gaan wij nog één keer van de hele hoge berg af. Gaan we even wat vette dingen doen. En ik kom bijna niet omhoog met de ding. Oké, we gaan wel lopen. Oké, daar gaan we. We nemen de aanloop. Woop, en dan gewoon naar achter. Nee, niet tot een tussenstukje. Auw, nee. Geweldige jump. Mensen, bedankt voor kijken. En dan zeg ik later. Yeah.